Gilles Peters, goedemorgen. Hey, goedemorgen. We zijn deze ochtend zijn wij opgeschrikt door onze luisteraars die massaal foto's aan het doorsturen waren van roze lucht. En ik dacht van, tja, Noorderlicht 1. Het is misschien niet echt de periode voor Noorderlicht 2. We zitten wij ook niet zo noordelijk dat kan. En meestal is dat wat factoren groenig. Die tegenstaan. Er ringen heel veel wolken in de weg om Noorderlicht te zien. Dus dat komt ook al. Gewoon, maar weet je wat het is? Het is echt foto's van echt roze lucht. Prachtig om te zien, maar heel angstaanjagend ook wel op een bepaalde manier. Oh, mag ik nu eens een woord op antenne gooien dat je niet van mij gewoon bent? Is het een heel vuil woord? Zit ik er pas op, hè? Ik vind dat degoutant. Echt waar? Oei, wat is er aan de hand? Dat is mijn grote nachtmerrie en frustratie deze dagen of de voorbije jaren, ja. Dat is typisch de lichtvervuiling van de serreteelt. Niet dat ik boos ben op de serreteelters aan zich, maar ik vind dat ongehoord dat die verlichting in die serres de hele omgeving zomaar kan vervuilen. Waarom dat dan niet afgeschermd wordt? Ah ja? Ik bedoel, als je dan het licht binnen aansteekt, je zorgt toch ook niet dat, dan doe je de gordijnen dicht, bij manier van spreken. Maar... En dat doen ze niet. En die roze lichtjes, wij zijn zo meer dat oranje gewoon, hè. Ja. Maar het roze is de nieuwe technologie, dat zijn de LED-verlichtingen. LED-verlichting is natuurlijk wel, geeft minder warmte af en dat is daarom ook duurzamer en is blijkbaar efficiënter om de planten en bloemen beter te doen groeien. En ook de tomaten worden lekkerder en rijper en voller en dat groeit allemaal sneller. Dus dat was dat echt roze waar, LED-licht. Want hadden dat is daar Bram aan de telefoon die ook zoiets beweerde dat het was om de rozen te doen groeien, maar dat zou dus echt wel kunnen. Oh, ja, absoluut. Dat is bewezen dat beter werkt. Dat is wel een heel dure investering voor die mensen. Maar dan denk ik, doe daar dan ook nog een gordijntje bij. Maak Gilles Peters gelukkig en doe er een gordijn bij. Het is wel echt heel de lucht die roze kleurt van die serre. Dat is toch niet normaal? Nee, dat is eigenlijk... Allee. Nee, ja, heel eerlijk, Gilles, ik vond het wel niet lelijk. Ik snap het gegeven van de luchtpolitie. Dus ik schilder uw kamer, dat vinden lelijk, maar dan de lucht, dat vinden dat weer niet lelijk. Ja, maar een roze lucht hadden mijn kamer ook mooie kleuren gegeven, Sam. Dan was dat ook opgelost. Zo'n roze kamer, hè? Die zou je daar elke ochtend in wakker willen worden? Gilles, laten we het over het weer hebben. Want we gaan hier de vrede bewaren.